Ja. Jezus. Als deze video 13.000 duimpjes omhoog gaat, dan betekent dat er morgen weer een nieuwe video komt. Ja, zo werkt het, Kelvin. Daarom doe ik zulke gekke dingen. En ik heb ook een prijs. Namelijk een date met hun. Leuken. Nee, de prijs van vandaag is ongekend. Het is iets wat nog niet eens verkocht wordt. Het is deze pet. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op die prijs is een reactie achter te laten onder deze video en geabonneerd te zijn op mijn kanaal. En dan maak ik morgen de winnaar bekend op het Calvin Instagram. Dit kijkt gewoon zwoel. Is niet erg. Oeh. Het is een momentje in het leven van Kelvin, Peter en Jart. Namelijk, we gaan weer een video samen maken. En dat doen we niet alleen, dat doen we met elkaar. Nou, hij komt hier! Ja, ik plastic er gewoon af. Heb ik plastic er nog bij? Mm-hmm. Ik ga niet de plastic er eten. Stel jezelf voor. Ik ben Peter. Ik ben ook Peter. Hij is de fake van. Je kent me toch al wel? Stel me een vraag. Wie is de echte? Stel me een vraag. Wie is de echte? Dikker. Hoe vaak heb ik in mijn broek gekakt vroeger? 2 keer. Wat duurt dat lang? Als een echte Peter was, had ik het wel geweest. De echte Peter, die heeft nog nooit meer zijn broek zien kakken. Dit is de echte Peter! Wie is hij dan? Wie ben ik dan? Wie is hij? Het met regen. Stenig hem! Dit zijn Jart en dit zijn Peter en we gaan vandaag weer een leuk spelletje doen, namelijk... dit zijn Jart en dit zijn Peter. Dude, what the fuck? Wow! We gaan vandaag wat mensen nadoen, hè? Dat gaan we niet zomaar doen, maar dat mensen spelvorm. Spelvorm! Oké, Peter, take it away! We gaan mensen nadoen. Let's go, we can do it! Mocht je niet weten, je maakt kans op deze pet. Ik bedoel, kijk, deze jongetjes graag die pet willen. Ze krijgen hem niet. Pet maar. Au, au. Geef me de pet. Wat? Wat, jongen? Nee. We gaan vandaag mensen nadoen en we gaan het als volgt doen. We hebben een envelop waarin allemaal brieven zitten. Dan pakken we één uit en dan is het zo van, oké, deze persoon moet ik nadoen. Dan gaan we de persoon nadoen en degene die het eerste gaat, is een eindbaas. Oh. Wow! Pak er één uit, dan is het zo van, ik hou van penis. Lekker zuigen. Gay! Edwin, die mag eruit. Noem mij mijn bakje. Waarom leg je babyschoentjes? We hebben een Afrikaans kind geadopteerd. Krijgt een broertje erbij. Yay! Oké, iedereen moet wel niet kijken. Shh. Wat is dit voor bak? Nip, ja, maar nou hebben we het dan. Knip het dan eruit! Nee, kom hier! Kom hier met je kleine kutbakkie. Is dat schattig? Is dat schattig? Tevens gaan we maar beginnen. Peter wint toch? Nee. Je kan mij niet zo lang knippen. Van de goede kant wel. Ja! Voor dit! Je moet wel met je ogen dicht kijken. Je moet met je ogen dicht kijken. Jart 2017. Zijn jullie klaar voor stelletje problemen? Ja. Oh! Ik heb niet gelezen! Dat is heel makkelijk. Oeh, dat is flink zout. Wat is je bij? Ja! Even een hempje uit. Wie zegt dat thuis? Van hempje uit? Barack Obama. Adrian! Maar Patricia Pa, als je kijkt, hey! Waarom kijk jij? Waarom kijk jij überhaupt? Ga naar tv. Oké, maar jullie waren allebei tegelijkertijd, dus dan ga ik nog één doen. Hey, Jart, zie je dat? Ik zie het. You know about the... Barack Obama? Nee! Ik ben al niet eens begonnen. I don't like how... you know, the problem is here, is that you treat your mother in a way that... It's not... It's... Dr. Phil! Ja! Yeah! Ik had hem ook, maar... Ja. Maar... Het antwoord van elke verliezer ooit. Ik had het ook hoor, maar... ja! Oké, okay, Jart is... Ik was altijd al een feestje. Ja, Ronnie Flex! Okay. Ronnie Flex! Ronnie Flex! Ik wil nog allemaal zien hier. Nee, kijk hier jongen. Sorry mensen van het goede leven, ik was niet in mijn scherp. Gaan we? Nou, laat me zien, laat me even horen dan. Okay. Laat me even zien dan. Hoe kan dat zien? Ik weet helemaal niks van deze guy. Brit Dekker! Hij is blond? Nee, je mag niet. Ik ben ik aan het gamen. PewDiePie! Nee. Jaraski! Dies! Ja! Nee! Jart heeft al deze blaadjes bewaard. Typisch Ties dan. Ik weet dat hij van dimmetje die blond is en hij... Tuur! Maar niet met tuur! Je hart heeft al die blaadjes gemaakt, zij weet het gewoon! Ja, maar dat is ook moeilijk. Is ook moeilijk, wacht, om het te weten. Nee, om het dan niet te weten! Oké, okay, zitten jullie klaar? Ja. Zitten jullie klaar? Hey mensen! Dit avond! Hey! Oh, Peter. Ja, want Jart weet toch alles al, dus... Gaan we met de klok mee. Gaan we met de klok mee. Klik, klak, pa, pa, pa. Geef het duimpje omhoog, anders komt er morgen geen video. Helaas. Trump! Wow! Jij wist hem ook, man. Nee, dat wist ik niet. Ik wist oprecht niet waarom zo. Oh. 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 Is dit hem al? Oh. Oké. Han. Ja, ik ga het betekenen door. Monica? Ja. Jezus. Ik ga het betekenen door.
Zij is gewoon altijd top, gewoon meppie. Ze heeft kinderen lekker en ze heeft volle lippen. Nou, what's more to tell? Top vrouw. Hé, hey, Monica. Top vrouw. Je hebt lekker zin in de zon. Ja. Oké. Okay. Hey. Tim Hofman! Shit. Ja, Tim Hofman. Maar jullie moeten niet zo hard schreeuwen. Jullie schreeuwen echt tering hard. Ik zit in het midden. We zitten er middenin. We zitten midden erin. Pak een grote bitchprank aan, man. Bitchprank aan. Pak een grote bitchprank, man. Nee, het was Tim Hofman. Lekker. Jij zei boos, maar dat is geen mens. Ik ben even niet. Nou, laat mij even zien dan. Prijsbeeld. En goal! Oeh, bestond het bijna. Ja, die had al wat meteen goed. En zo knol dus. Ik had natuurlijk ook zo. Yo, what up, mensen? Dan weet je meteen dat ze zo. Deze is moeilijk. Hallootjes. Rutger, Furtje, ja. Februari. Ja, maar hij zegt nooit hallootjes. Hij zegt altijd hallooi. Hallooi familie. Hallooi. Nee, maar... Jezus. Mr. Piggy. Gia Joling. Ja! Wow. Ziek hoor. Gia Joling. Wow, ik hoef het eerst mijn best te doen. Van Kalien, Furtje. Snapchatje. Je sloeg me. Je had een klein orgasme. Hey, niet kijken joh, ja, ga kijken zo. What the fuck is dat? Ja. Wat is dit? Huh? Ik snap er niks van. Ik ben er niks van. Ziek verkeerd hebben. Ik ga maar gewoon 1000% opzetten. Ja, ik weet het wel. Dit is Japans of zo. Ik laat hem even eerlijk afgaan voor geld. Nou, ik ben bij hem. Dat ik al raad. Oké, nog een keer. Doe best op mijn hoor. En doe best op mijn hoor. Dan vond aan de brother en de kantier. Ja, ga maar. Arnold Schwarzenegger. Nee. Deze is serieus niet eens Duits. Dat is het leuke. Oh. Hitler. Wie is het? Heydrich. Wie is dat? Onvoldoende. Jullie hebben allemaal een voldoende. Ik dacht dat hij het was, maar het staat MR. Ja, maar dat gebruik je gewoon als meneer. Dat is ook meneer. Nee, dat is ook zo. Oh shit, man. Hè? Deze ken ik dan weer niet. Wie is Philip Goebbels? Say what? Lekker, Haren de krullen. Kwebbelkop. Huispakken. Kwebbelkop. Rodonnels. Hey! Ik ben die gaten op mijn stijl, bro. What up, Roy? Fuck aan met jou, Roy. Mocht ik ooit een video willen maken? Ik zeg nee. Je hebt het al gebeurd. Jij bent al geweest, vriend. Jij hebt al Wow! Dit was ooit leuk. Vraag ik me af of Peter überhaupt een ton. Oh, oké. Okay. Dan gaan we. Wat zei je? Ik zei helemaal niks. Ik zei ook niks. Wat zei je? Tot die. Ja! Yeah! Oei, 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 hoe zei je? Oeh! Als ik hem zeg, zeg je. Oh ja. Oké, maar ik wil gewoon niet. Jan Nino! Ja. Jan Nino! Ik ben blank! Het is toch ook zo als je zo lacht en je hebt zo vet zo gespacen? Ja, zeker. Nee, lekker hoor. Helaas, Jan. Hey, Jan, ik had het je graag gegund. Deze is heel makkelijk. Ja, ben met de McCann! Jij zei die is het lang! Jij zei met de McCann! Ja, nee, maar ik moet het voorstellen, daar is je shit gemaakt. Met die McCann! Een groene en een paarse op een bank. Britt Dekker. Timon en Poeten. Kuiden! Kuiden! Oh, groene en een paarse op een bank. Maar jouw stemmetje leidde af, want zij zijn echt een beetje van. Timon? Nee, ze is niet waar. We hadden gewoon moeten zeggen: Kinker! Kinker! In het land zijn we samen. Mag Rutte? Ja. Kel voor president. Hierin. Good job! Oh nee, die heb ik nog helemaal niet gezien. Good job! Liftmuziek. Hè? Oh, kijk maar op. We moeten nog beginnen, toch? 2000 years later. Wie doet dat maar zo? Iedere acteur in ieder spannend momentje. Ja, precies. Dit is één acteur! Die doet nog meer dingen. Naast alleen maar... Good job! Hier. Will. Oh, Will Smith! Ja! Jij zegt... Will Smith! Wat is de achternaam van Fresh Prince? Ik heb fragmenten uit het verleden weten dat het altijd zei. Daar gaan we nu even naar kijken. Nee. Uit Hancock. Dus dan gaat hij in zo'n scène en iedereen zegt... Hey, good job! Jij zegt als echt een zaakman. Ja, hij zegt dat echt. Good job! Ik ban een Limburger. Geert Wilders. Hey. Ik zeg het nog een keer. Geert Wilders. Dat betekent dat ik heb gewonnen. Ik zeg het nog even twee keer. Geert Wilders betekent dat ik heb gewonnen. Peter, ik zal maar even opletten. Ja, want dit is de finale. Gaat Peter of gaat Jart winnen? De strijd is gaande, mensen. Het is ongelooflijk. Mensen, even aan het opfokken. Zeg nog maar even iets tegen elkaar. Fuck jou. Oké, komt-ie. Barack Obama! Ja! Stenig Peter! Ja, voordat ik ga, heb ik nog één hele belangrijke...
lekker meedenk. Namelijk in beeld en geluid loopt een tentoonstelling genaamd Let's YouTube. En daar ben ik ambassadeur van in de maand april. Ja, even een hè. Tijdens de Let's YouTube tentoonstelling kun je allerlei dingen leren over YouTube en over video maken. Maar kun je ook zelf aan de slag door challenges te doen en zelf een video te maken. Deze maand, dus vanaf 1 april, is het thema Do It Yourself. En dat betekent dat ik in de tentoonstelling jou virtuele tips geef over hoe jij beter je video's kan maken. En hoe jij het zelf kan doen. Net zoals ik, net zoals Jar, net zoals Peter. Gewoon do it yourself, man. Let's go. Ik geef je die tips op het virtuele netwerk. Yes. En daarbovenop geef ik ook nog op dinsdag 25 april een masterclass in beeld en geluid. Dus dat gebouw in Hilversum met al die kleurtjes, zeg maar. Daar is ook de tentoonstelling voor de mensen die het nog niet hadden begrepen. Daar geef ik een masterclass waarin ik jou tips geef over het opzetten van je eigen YouTube kanaal, het maken van je eigen video's en de strategie daarachter. En dat is in de meivakantie, dus dan heb je lekker tijd om heen te gaan. Naast het feit dat ik een masterclass geef, kun je ook nog allerlei andere dingen doen daar in Hilversum. Dus kom sowieso, ga naar de website. Dat is beeldengeluid.nl/letsyoutube. Daar kun je tickets halen en dan zie ik je misschien wel daar. Hé, dat is toch gezellig? Is toch leuk? Is toch leuk? Is toch leuk? Nou mensen, dat was de video voor vandaag. Als jij je tickets haalt op beeldengeluid.nl/letsyoutube, dan zie ik jou misschien wel bij Hilversum en dan ben je dan daar. Dag. En bedankt, hè, dat jullie mee wouden doen. High five!